Toelichting op competentieprofiel HBO SPD Bedrijfsadministratie. Op basis van de invulling van kerntaken per functiegroep komen we in totaal op 9 generieke kerntaken en 3 beroepskwalificaties. Kerntaak 1: het verwerken of het laten verwerken van een financiële gegevens in de bedrijfsadministratie. Kerntaak 2: het ontwerpen, inrichten en onderhouden van geautomatiseerde financiële en niet-financiële informatiesystemen. Kerntaak 3: het vormgeven, inrichten en beoordelen van de bestuurlijke informatievoorziening. Kerntaak 4: het identificeren en beheersen van financieel, economische en fiscale risico's. Kerntaak 5: het verstrekken van financieel, economische en fiscale informatie voor de interne besluitvorming. Kerntaak 6: het verstrekken van informatie ten behoeve van externe belanghebbenden. Kerntaak 7: het geven van adviezen en het verlenen van diensten op financieel, economisch en fiscaal terrein. Kerntaak 8: het geven van leiding, supervisie en of coördinatie. Kerntaak 9: het toezien dat de onderneming in overeenstemming handelt met de fungerende wet en regelgeving. Beroepskwalificaties: 1. Vakmatig methodisch, VM. 2. Bestuurlijk, organisatorisch, strategisch, BOS. 3. Persoonlijke ontwikkeling, PO. Kerntaak 1: het laten verwerken van de financiële gegevens in de bedrijfsadministratie. Proces: het verwerken van de financiële gegevens in de administratie heeft een hoofdzakelijk betrekking op de informatieverwerking, registreren, die enerzijds verband houden met de interne financiële planning, beheersing en verantwoording en anderzijds met de externe financiële informatieverstrekking, bijvoorbeeld via de jaarrekening. Daarbij ligt de nadruk op de boekhoudkundige verwerking van de financiële gegevens en de invloed daarvan op de uiteindelijke financiële informatievoorziening, zowel binnen als buiten de organisatie. De informatieverwerking heeft hierbij onder meer betrekking op de verwerking van gegevens in het kader van de debiteuren- en crediteurenposities, de salarissen, de liquide middelen, intercompany accounting, order- en productiekosten, opbrengsten, voorraden, waardering van activa en passiva, waardering tegen actuele waarde, budgettering, direct costing, seizoenscorrecties. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 1. U vervult met betrekking tot het verwerken van de financiële gegevens de rol van boekhouder, die tevens in belangrijke mate een uitvoerende rol is. U bent verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige verwerking van de financiële gegevens in de administratie, boekhouding. Kerntaak 2: het ontwerpen, inrichten
en onderhouden van financiële of geautomatiseerde financiële en niet-financiële informatiesystemen. Proces. U zorgt ervoor dat binnen de organisatie de afdelingen kunnen beschikken of kunnen blijven beschikken over de geautomatiseerde financiële en niet-financiële administratieve toepassingen. In dat kader stelt u mede de beheer- en gebruiksprocedures op en onderhoudt deze. Hierbij beoordeelt u de naleving ervan door de diverse disciplines. Bij het opzetten en inrichten denkt u mee over de noodzakelijke werking van de primaire administratieve processen binnen de organisatie, rekening houdend met de wensen en eisen van de gebruiker. In dit kader brengt u adviezen uit bij de keuze voor een applicatie of delen daarvan. Het ondersteunen van de gebruikers vindt plaats door trainingen te organiseren voor kleine groepen en het optreden als vraagbaak voor gebruikers bij acute problemen. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 2. U hebt een uitvoerende en adviserende rol en is als functioneel systeembeheerder verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor de opzet en werking van de geautomatiseerde of de financiële en niet-financiële informatiesystemen. Kerntaak 3. Het vormgeven, inrichten en beoordelen van de bestuurlijke informatievoorziening. Proces. Om uiteindelijk betrouwbare sturingsinformatie te kunnen verkrijgen, moet het proces van bestuurlijke informatievoorziening zijn ingericht. De inrichting van de bestuurlijke informatievoorziening zal hierbij steeds meer in samenhang met Corporate Governance Financial Business Architecture, STBIT, Risk Management en Compliance plaatsvinden. Vervolgens dient periodiek de werkelijke situatie vergeleken te worden met de optimale situatie. Uit deze vergelijking moeten die conclusies getrokken worden die nodig zijn om het proces in de goede richting te sturen. Deze conclusies zullen in de vorm van verbeteracties vastgelegd en uitgevoerd worden. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 3. U kunt met betrekking tot deze kerntaak een uitvoerende, adviserende en controlerende rol hebben, mede afhankelijk van de rol die u in dit proces heeft, bent u verantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie. Kerntaak 4. Het identificeren en beheersen van financieel-economische en fiscale risico's. Proces. De werkzaamheden zijn gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van risico's die de financiële prestaties, financiële positie, continuïteit of reputatie van de organisatie in belangrijke mate kunnen aantasten op basis van een risicoclassificatie. Hierbij dient de omvang van het risico te worden vastgesteld en door middel van mitigerende controles te worden afgedekt, dan wel te worden aangegeven
in hoeverre het risico voor het bedrijf acceptabel is. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 4. U vervult met betrekking tot de risicobeheersing een controlerende en adviserende rol. U bent hierbij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de risico's die binnen de organisatie aanwezig zijn, evenals de bewaking van de uitvoering van de maatregelen gericht op de beheersing van de risico's. Kerntaak 5. Het verstrekken van financieel, economische en fiscale informatie voor de interne besluitvorming. Proces. De financieel-economische analyses en rapportages hebben tot doel de financiële en niet-financiële informatie te verzamelen en te bewerken, waardoor informatie aan de managers kan worden verstrekt ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie. Uitgangspunt is hierbij dat er verschillende soorten financiële informatie nodig is voor de verschillende doeleinden. Hierbij worden de financiële overzichten uit de boekhouding bewerkt tot een beter hanteerbare vorm, zodat ook niet-financiële managers in staat zijn met behulp van deze informatie de bedrijfsvoering beter te kunnen beoordelen. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 5. U hebt hierbij vooral een adviserende en een uitvoerende rol. U draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde analyses en de verstrekte informatie. Kerntaak 6. Het verstrekken van informatie ten behoeve van externe belanghebbenden. Proces. Om het uiteindelijke resultaat in de vorm van een jaarrekening, dan wel wettelijke vereiste ingevulde formulieren te kunnen realiseren, zal de organisatie moeten aangeven hoe men de gewenste informatie gaat produceren, procesinrichting. Per belanghebbende moet de informatie in de gewenste vorm worden aangeleverd. De verstrekker en ontvanger van de informatie moeten dezelfde taal spreken, waarbij de overheid in de rol als beschermer van de eigenaar eisen stelt aan de te verstrekken informatie. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 6. U hebt een adviserende en uitvoerende rol en bent verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige verwerking van de financiële gegevens. Kerntaak 7. Het geven van adviezen en het verlenen van diensten op financieel, economisch en fiscaal terrein. Proces. Administratieve en fiscale dienstverlening heeft betrekking op uitvoerend werk, zoals administratieve dienstverlening, fiscale aangiftes en salarisadministratie. Om het uiteindelijke resultaat in de vorm van een adviesdienst te kunnen realiseren, zal de klant moeten aangeven welke wensen en eisen hij stelt. Per belanghebbende moet de informatie in de gewenste vorm worden aangeleverd.
De afweging tussen rendement en risico moet inzichtelijk gemaakt worden. De uitgebrachte adviezen moeten duidelijk opgesteld worden, zodat de klant een keuze kan maken voor een dienst of een product. Deze moet op een juiste wijze geïmplementeerd worden. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 7. U vervult met betrekking tot het geven van adviezen en het verlenen van diensten op financieel, economisch en fiscaal terrein meerdere rollen. In dat kader zijn te noemen de rollen van adviseur, relatiebeheerder en belangenbehartiger. Bij dienstverlening draait alles om afnemers, geld, risico en zekerheid die uiteindelijk moeten leiden tot de keuze voor een dienst of product. U bent hierbij verantwoordelijk voor de afweging tussen rendement, risico en relatie. Kerntaak 8. Het geven van leiding, supervisie en of coördinatie. Proces. U bent als manager van de financieel-administratieve processen verantwoordelijk voor een goed verloop van alle financieel-administratieve processen binnen de organisatie en wordt op het functioneren van de gehele financiële administratie aangesproken. De meeste van de uitvoerende werkzaamheden delegeert u als manager naar de administratieve medewerkers aan de hand van prioriteiten, instructies, ontwikkelpotentie, eisen en wensen. U zorgt ervoor dat het management van de organisatie met regelmaat geïnformeerd wordt met betrekking tot het procesverloop, kosten en het resultaat van de organisatie en van de door het management aan de afdelingen gedelegeerde werkzaamheden. Deze informatie relateert u aan de bedrijfsdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de kritische prestatieindicatoren voor de organisatie, de budgetten en de gestelde efficiëntiedoelen. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 8. U vervult met betrekking tot het geven van leiding, supervisie en of coördinatie de rol van manager, coach, coördinator en belangenbehartiger. U bent verantwoordelijk voor zowel zijn eigen werk als het werk van anderen. Kerntaak 9. Het toezien dat de onderneming in overeenstemming handelt met de fungerende wet en regelgeving. Proces. Bij de introductie van nieuwe toezichtregelgeving wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de organisatie en zal de risicoanalyse aangepast moeten worden op het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen voor de onderneming van het niet naleven van de nieuwe regels. Vervolgens zal dit vertaald moeten worden naar nieuwe interne procedures en richtlijnen en de te nemen compliance maatregelen. Naast het vaststellen of de AO/IC voldoet aan de toezichtregelgeving en de daaruit voortvloeiende compliance risico's binnen de vooraf vastgestelde normen blijven, wordt tevens gewerkt aan het creëren en monitoring
van de compliance-bewustwording binnen de organisatie. Rol en verantwoordelijkheden, kerntaak 9. U vervult met betrekking tot de compliance-functie de rol van controleur en adviseur op basis van een uitgevoerde risicoanalyse. Worden interne richtlijnen en procedures opgesteld die de naleving van de interne richtlijnen en procedures moeten veiligstellen. Beroepskwalificaties. Beroepscompetenties. Bij de uitwerking van het beroepsprofiel zijn de competenties onderverdeeld in drie dimensies, te weten vakmatig methodisch, VM, de competenties om vakinhoudelijk adequaat te functioneren als SPD'er. De competenties zijn één op één gerelateerd aan de kerntaken, omdat op deze wijze op eenvoudige wijze aansluiting gevonden kan worden bij de domeinspecificatiecompetenties zoals die door de werkgroep van de HBO-raad zijn geformuleerd. De VM-competenties, vakmatig methodisch, heten ook wel domeinspecifieke competenties. 2. Bestuurlijk, organisatorisch en strategisch, BOS. Beschrijven de competenties om in een werkomgeving adequaat en integer te kunnen functioneren. 3. Persoonlijke ontwikkeling, PO. De reflectieve en leercompetenties waarmee een SPD'er zichzelf blijft ontwikkelen in de beroepspraktijk. Beroepscompetenties heeft drie dimensies. Vakmatig, methodisch, VM. Bestuurlijk, organisatorisch en strategisch, BOS. Persoonlijke ontwikkeling, PO. De dimensie vakmatig, methodisch, VM bestaat uit gegevensverwerking, gegevens verkrijgen en informatiesystemen beheren. 3. Administratieve organisatie. 4. Risicobeheersing, financieel-economisch. 5. Ondersteuning, interne besluitvorming. 6. Externe informatieverstrekking. 7. Diensten verlenen en adviezen geven. 8. Leiding geven. 9. Toezicht. De dimensie bestuurlijk, organisatorisch en strategisch, BOS. 1. Resultaatgericht. 2. Klantgericht. 3. Organisatiegericht. 4. Communicatief. De dimensie persoonlijke ontwikkeling, PO. 1. Zelfkennis. 2. Zelfregulatie. 3. Beroepshouding ontwikkelen.